onze box. Ja, onze box die wij zelf hebben gemaakt uit de meest ondegelijke materialen. Multiplex. Geniet van de show. Van de show, ja. Applaus. Is een maandelijkse live talkshow over allerlei onderwerpen die te maken hebben met het leven in de stad. 26 mei gaat het over de digitale ander. Over hoe het analoge en het digitale elkaar in de stad raken en beïnvloeden. Ik spreek vandaag met programmeur van de Brakkerfront, Veerle de Vrezen. Veerle heeft een heel mooie blog voor onze site geschreven, www.stadslevenamsterdam.nl. Dus daar kun je nalezen wat zij nu gaat vertellen. Ik ga Veerle vragen, vandaag is de Yamaichi-markt. Veerle, wat betekent Yamaichi? Yamaichi, de officiële betekenis is Black Zwarte Markt. Zwarte Markt? Zwarte Markt op het internet. En daar zit er nog een dubbele laag in, want als je vanuit Japans Yamaichi, er zit ook de lading in duister, of de zwarte kant van het internet. En nou ja, wat vooral de Yamaichi-markt is, dat moet je van hier in de markt bekijken. Ik heb vandaag met een aantal mensen gesproken, al een rondleiding over de markt gegeven. Ik heb gesproken met een Amerikaan, een Engelsman, met studenten, met kunstenaars. Hoe hebben jullie het samengesteld? Het is heel breed. Hij zei, ik heb samen met Jan Robert, eigenlijk een heel team, we hebben gewoon een open call opgezet. Kom, die heeft er een reactie, die wilde producten op over het web verkopen. En vervolgens zijn die allemaal naar ons toe gemaild, hebben zich allemaal aangemeld. Er zijn allerlei andere organisaties die ook ideeën hebben ingediend. En toen hebben we alleen maar gekeken, gaat het ook echt over het internet? Is het niet gewoon een normaal product? Dat was de enige manier om te proberen en verder was iedereen welkom. En het is een vroeg gevoel, dat valt me op. Want er wordt over internet natuurlijk heel veel zorgelijks gezegd nu. Dat de privacy wordt aangetast, dat de overheid wordt controleerd. Maar wat je hier ziet is vooral een hele vrolijke blik op de toekomst van het internet. En over ons digitale leven. Klopt, maar gewoon op een hele ludieke manier. Maar ludiek hoeft niet te zeggen dat er geen kritische noot is. Ludiek en kritisch tegelijk, met kunst, met beelden, met prijsvraag. Het Museum of the Image heeft ook een crypto design challenge gelanceerd hier. Mensen die inzetten kunnen insturen om onze privacy op het dat je daar weer over na gaat muziek te zien en dat je zelf het hebt in handen neemt. En ik denk dat heel veel elementen hier gaan over het zelf doen. En zelf weten wat je aan het doen bent. Zelf doen op het internet. Ja. Yamaichi-markt voor stadsleven hier in de Brakkerfront. Dankjewel, Veerle. Ja, dat is